Welkom bij De Klopjacht. 24 spelers moeten weg zien te komen van drie zoekers in een grote stad. De zoekers krijgen elke 3 minuten de locatie door van alle spelers. Maar deze 24 spelers kunnen zelf contact met elkaar hebben voor tactieken. Lukt het binnen 30 minuten om alle spelers te vinden? Als binnen dit half uur iedereen gevonden is, wint de laatst overgebleven speler. En de zoekers. Blijft er meer dan één speler spoorloos, dan overwinnen de spelers. Welk team overwint? In aflevering 4 is een team samengesteld door Max NL Gamer. Veel van deze spelers hebben dit al vaker gespeeld en er wordt gespeeld op dezelfde eerste map. Ze krijgen 2 minuten voorsprong en dan begint de zoektocht. Klopjacht nummer 4. Samen met Fire Whistle, die noemen we waarschijnlijk regelmatig vuurfluit. En een van de toch wel zeer irritante spelers van het eerste potje, Rotje, tegen al deze mensen. En ik zou zeggen, als even jullie even kan typen gaan, stelletje idioten, mieren, hoe je ze maar wil noemen, dan kunnen wij onze kist lekker gaan openen. Inderdaad, zij mogen gaan rennen. Kijk even welke kant ze opgaan. Gaan, miertjes. Oké, ze rennen. Welke kant rennen ze op? Ik weet het niet. Ze hebben 2 minuten. En dan gaan we los. Dus wij pakken alles eventjes wat we moeten hebben, jongens. Oké, heel erg veel rennen gelijk richting die grote dingen. Waar gaan ze heen? Want ja. we kunnen natuurlijk... Oh, ik zie niet of ze naar links of rechts gaan. Ik denk naar links. Kijk. Ook naar links. We pakken de spulletjes op. Het makkelijkste zou zijn als we zouden opsplitsen. Maar ik denk dat we de eerste 10 minuten echt wel even lekker samen gaan. Want ja, dat is gewoon leuker. Right? Enderpearls alleen gebruiken bij als we op daken kunnen komen. Of je bent gewoon gefrustreerd en je wil gewoon die dude killen. Shiften doen we die aan. We gaan lekker veel rennen. En dan zien we het wel. Ik denk dat... Is dat een goed idee? Ja. Ja. Oké. Okay. Hebben jullie nog tactieken waarvan je denkt... dat hadden we moeten doen? Ja, bij sommige stukken misschien elkaar helpen als het moet. Hetzelfde als bij zo'n 2 blokjes hoog of zoiets. Ja, maar dat is eigenlijk, dat mag niet helemaal. Kijk, als zij dat doen, sure, maar dan moeten wij het ook doen. En nou ja, dan zien we wel hoe we het gaan oplossen en dergelijke. Ja. Willen wij zometeen de stragglers gaan pakken eerst? Die overduidelijk op één plekje gaan zitten, zodra ik op de dipmap kijk, en die daar niet weg willen? Of willen we gelijk voor de grote groep gaan? Want als we er eentje zien, wat doen we? Gaan we chasen? Gaan we namen roepen? Wat? Ik denk het beste, gewoon chasen en namen roepen. Chasen en namen roepen, oké. Okay. We hebben nog, even kijken hoor, hoe lang hebben we nog? We hebben nog, laten we zeggen 20 seconden ongeveer. Dus dat is niet zo heel lang. Heel erg pech voor hun natuurlijk, maar voor ons is dat tot chill. Ik zou zeggen, ga maar aftellen, 10 seconden. En dan gaan wij een blik werpen op alles. Tel maar af. 5, doe maar, in de chat, even jullie. Ja, gaan we. 4... 3, 2, 1. En ik ga nu kijken. Ze zitten op. Oh my god, ze zijn constant in beweging. Dit is schokken. Dit is schokken waar we heen gaan. Oké, volg mij. Ze zitten, denk ik, als je deze straat afgaat, zometeen naar rechts, zouden we heel, heel erg veel tegen moeten komen. Maar ik heb het idee dat ze heel erg veel aan het bewegen zijn. Kut. Ja, komt dat ze nu nog even stopplek aan het zoeken zijn, denk ik. Ja, dat weet ik niet, Ben in stress. Niet. Ja, even nog eten. Oké, nice. Oké, dan gaan we dan. Als we deze straat uitkwamen, zouden we er echt een stuk of 10 moeten tegenkomen. Tenzij ze er alweer weg zijn. Ik weet het niet. Ja, daar hebben we er al één. Oké, maar daar gaan we dus niet achteraan. En die geven dat nu ook allemaal door, hè? In dit dingetje hier aan de linkerkant zouden ze moeten zitten. Ik probeer met F5 te kijken, maar ik zie helemaal niks. Jullie? Ik ben hier al een keer. Ik zie iemand op die... Er zitten hier wel heel erg veel trouwens. Kunnen we hierin? Nee. Ja, hier zo. Ja? Is dit een ingang? Kijk, achter ons staat Max. Wacht, blijf hier twee... Ja, één blijft hier inderdaad. Ja, goed plan. Rotje, wij gaan. En fuck die dude. Hier zit iemand in, ik zweer het je. Ik ben hier over de rand lopen, zodat... Ja, ik heb er één. Hoppakee, die logt uit. Oké. Doop. Ja, hier aan de Max en dan gamer en even kijken. Ik heb er één, ik jaag hem jouw kant op, De rest van jou eentje. Nee, ik heb hem al. 3. Oh man, dit is een lekker spotje. En hier zit er nog één. Hallo? Ja, heel fijn. En daar zit er nog één. Ja, ik zie het. Hallo? Oké, en nu? We kunnen hier zo eruit. Ja, maar was dit alles hier? Loggen ze allemaal uit trouwens, of niet? Ligt het aan mij of zie jij die usernames ook zo makkelijk? Ja, je ziet ze wel van ver af. Ja, hè? Oké. Hoeveel waren dat er in totaal? 5.
Oké, ik ben nog aan de binnenkant hier, jongens. We weten zeker dat we alles gehad hebben, right? Oh, daar gaat er nog eentje. Waar? Bob Tyler's. Die is ook weg. Maar waar is hij dan? Ja, weet ik niet. Hij is uitgelogd. Oh, dan schijnbaar hebben we die dan te pakken. Ja, we moeten even tellen zo meteen hoeveel we er nog zijn. Trouwens, we lopen nu wel een kant op, maar wacht even. Dit was ook zo'n rot plek, right? Hier zo. Ja. De vorige keer dat ze hier speelden, ik weet niet of je dat meegemaakt hebt, want jij zat voor mij op het andere stukje, zaten ze in dit gebouw en daarna zijn ze op die freaking dingen geklommen. Ah, ja. Yeah. Oh. Heel erg irritant. Tot nu toe zie ik niks. Zullen we hier gewoon naar binnen gaan? Misschien niet iedereen. Misschien... Ik heb een idee. We gaan shiften. Ga even shiften. Want ik mag nu op de dimmap kijken. Oké, mooi. Oh, er hoort hier een laatje te zitten. Hier buiten, denk ik. Ergens op die loods. Misschien zit hij erop of erin. Denk erin. Oké, iedereen verspreidde eentje. Ja, ik heb hem. Die slaat. Was dat de enige? Ja, dat was de enige die ik zag. En daarna ben ik vergeten waar ze zaten. Ik heb het niet gezien. Dus ik denk niemand hier. Ik denk dat we gewoon maar letterlijk aan de andere kant van de map moeten. Yes. Oh, het was de enige. En ik zag hem letterlijk in het hoekje staan van het ding. Hij gaat lekker trouwens. Hoeveel hebben we al? 7. Ja. Oh, oké, dan. Oké, zitten we op een derde. En we hebben nu... Nou, tijd zit ook nog wel goed. Nog 2,5 minuten tot de volgende dimmap. Jullie zaten hier rechts, hè, volgens mij. Ja, oké, dat is via een maniertje waardoor je niet hoeft te dingen, maar dat kan via die tank hier voor ons. Nou, kijk eens even daar naartoe. Maar, daar kan je maar via één manier dadelijk inkomen. Ja, maar dat hoeven we niet op, jongens. Want kijk eens, dat blauwe ding is weggeslagen. Je kan dus niet meer overheen. Ja, ik zie het. Dus, dat gaan we niet doen. De vraag is, weten ze dit? Weet je maar. Ik weet een plek. Hierachter, die motherfuckers, die zaten achter. Oh ja, daarboven. Ja, nee, niet daarboven, daarachter zaten ze gewoon. In de vines waren ze geklommen. Echt een teringplek, ik zweer het je. Kan je niemand zien? Ja, nou ja, ik weet het niet. Je kon het wel degelijk zien, maar... ja, hier zo. Redden we dat? Oh shit. Misschien met een double jump. Ja. Ja, nee, oh. Was daar waarschijnlijk, shit. Oké, fuck it, we gaan weer terug, kwart. Voor zekerheid kijken. Wat? Ja, hier zit niks. Ja, zeg maar of je wat ziet, maar... We hebben nog een minuut en dan is het dit map. Dus we kunnen het beste waarschijnlijk een beetje naar het midden van de map gaan. Wat ook misschien handig is om even één kijkje op te nemen, is hierboven op die torens. Want ja, dan kan je gewoon midden op shiften. 30 seconden, dan hebben we het dit map. Komt helemaal goed. Oké. Ja, ik ga kijken. En er zit... Rechts voor is dat. Bij dit ding, bij die A en dat witte ding met die rook. Sorry. Okay. Daar moeten echt kapot veel mensen zitten. Een stuk of 5, 6 heb ik er geteld. Maar waar precies is mij niet duidelijk. We kunnen er via hier al in. Ik zie al een naam. Waarom shiften ze niet? Misschien even hier op verspreiden. Ja, ze zitten daar sowieso binnen. Ik ga deze kant op. Jaag ze maar op. Ga maar naar binnen. Ik heb hier buiten ook één gevonden, maar daar ga ik niet achteraan, dat vind ik stom. Oké, jij hebt er één. Yes. Kunnen we nog verder naar binnen of niet? Ja, ik ben naar boven. Oké, ik ga echt via de andere kant hoor. En hoop dat ik ze daar tegenkom. Hier doorheen rennen. Zeg als je wat ziet, hè? Ja, kom. Die naam op het dak, eentje in shippen. Oh, ik weet al hoe die daar is gekomen dan. Op het dak? Buiten is als het goed is een waterstroom. Waar je naar boven mee kan gaan. Ik heb hier nog geen waterstroom gezien. Oh wacht, die was altijd hier. Nee. Oh, hier is die. Oh joh. En daar kun je omhoog? Als het goed is wel. Ja. Dat zal wel heel erg fucked up zijn. Niet meer. Dat wil hier niet. Kon je eerst wel op. Oké. We lopen even een rondje hier en we gaan kijken of dit echt alles was. Ja, ik zit hier, hier loop ik vast. Ik kan hier nergens heen. Dus, einde verhaal. Ik ga een deurtje zoeken. Maar hoeveel hadden we er hier? Eentje, als het goed is. Eentje maar? Ja, ik had er hier eentje. Ik had er 0 gevonden. Kidding, right? Waar kunnen ze... Ja, het zou echt zo klote zijn als ze hier bovenop zijn gekomen op een of andere manier. Scout eventjes, jongens. Er staat er ook gewoon een. Fuck, hij is via hier of niet? Hoe is hij daar gekomen? Ik weet het al. Via hier.
Oké. Ik ga hem wel uitdagen. Blijven jullie daarachter? Ik ga via hier. Wat een motherfucker. Ja, dus het is gewoon Chris zit hier ook. Er zitten hier heel erg veel mensen. Ik heb een ander idee. Wat, waar zitten jullie? Duurt dit heel lang of niet? Ik ben hier alleen. Ik ben bij jou. Oké. Ik ga mijn Ender Pearl hier voor wasten. Weet je zeker? Ja. Ik kan, als het goed is, hier nu gewoon komen. Ik weet het zeker. En vervolgens gaat Firewhistle nu alvast een pot drinken. Ik ook trouwens. Ja. En als ze naar beneden komen, dan jaag jij ze op. Let's go. Yes. Ja. Haha, dat is 1. Dat is 2. Op naar die volgende. Ik ga achter de Boosie aan. Ja, is goed. Boosie is een vervelend mannetje. Ja, hij springt naar beneden, die vent. Maar ik heb een speedpot, dus ik denk dat ik het wel red. Mm-hmm. Nee, wij waren bij de eerste man waren wij echt op zo'n klote plaats. Ja, hè? Ik heb hem ook. Lekker. Ha! Oké, dat was dat. Inmiddels is het dus ook al wel weer tijd voor een dinmap. We hebben nog 49 seconden speed. Dat is super chill. Ja, Firewhistle. Volg mij. Rotje, wij gaan richting het westen. En ze moeten hier ergens in dit gebouwtje aan de rechterkant zitten. Eén van deze gebouwtjes. Okay. Ik weet alleen niet hoe je erin komt. Ik ga hier anders wel voor. Oké, iets verder bakken? Sure. Hoe zijn ze hier? Allemaal loods hier ook. I know, right? De achterste. Ah, dit is zuur. Maar ik ga gewoon niet gebouw. Oh. Ben jij dat? Dat is Firewhistle. Oké, nee, never mind. Ja. Die ook. Hoppakee. Ik heb er 2. In de chat kijkt, ja. Dave Port, die is naar het AFK gegaan, dus hij staat gewoon stil. Ik zie Mountain Dew, heb je die? Ik heb er ook eentje achter mij hier. Is dat Mountain Dew die je hebt? Een dog. Iemand heeft mij gejuked als een gek, jongen. Amferon. Ja, ik heb hem. Wat een boss. Die ben ik waarschijnlijk kwijt. Ja, ik ben Amferon kwijt. Damn. Oké, dat was wel een lekkertje. Maar er moeten hier nog veel meer zitten. Want ik telde het totaal een stuk of 5, 6. De tanden? Ja, dat lijkt me wel. En daar zitten ze. Eentje boven. 2 boven. 3. Oké, ik blijf laag. Niet zozeer omdat ik gevallen ben, hoor. Ik heb hem. Hallo, Timmetje. Hallo. Dat was nog een keer. Oké, hij is al geliefd. Oké, super. Huh, oké, nice. Maar waar zitten er nog meer? Nog een naam hier. Waar? Terug weer. Low? Is ja, ik heb hem al. Zotte gast. Je hebt hem ook al. Dan weer omhoog. Ja, nog een half minuut voor de dinmap. Oh, dit is een mooie verschil. Ja, ik zie iemand lopen buiten. Buiten? Naam. Is dat niet gewoon Firewhistle? Ben jij dat, Rotje? Waar sta jij? Die bricks met emerald deuren. Oh ja, ik zie het. Oké, tijd voor de dinmap nu. En er zit hier geen reet meer. Ze zijn... Hoe komen we daar? Deze kant op. Volg mij. Kunnen we misschien even bij elkaar komen op een of andere manier? Waar ben jij? Oh, ik zie iemand. Oh, hier zijn er 2. Ik zit bij Amferon. Ja, wij komen die kant dan ook op, denk ik. Want ik gok dat het dezelfde plek is. Ja, Amferon. Oké, netjes. Heb je nog een speedpot? Ik heb er nog 3. Waar ben jij, in godsnaam? Ik zit in een hoek bij zo'n... In een hoek. Zo'n pilaren eigenlijk. Ik ga mijn tweede pot drinken, want er zijn nog maar een paar. Let's go. Oké. Ik weet echt niet waar je bent, Rotje. Ja, ik zie het. Ik zie allemaal gewoon zo'n loodsen van stone break of van bricks. Ja, dan zitten wij daar bij hetzelfde waarschijnlijk te kijken. Dan gaan wij nu wel even naar binnen. Papa. Ja. Naam. Big Papa. Die kan geen kant op. Lekker. Mooi. Maar er zat hier nog iets. En dat was een Davenport. Ah. Dit gebouwtje ergens. Ja, dit gebouwtje ergens. Hierzo. Oké, want hij zit al de hele tijd op dezelfde plek dan. Zou het? Ja, want hij is net AFK gegaan, maar hij is niet meer een AFK gegaan. Het zou dit gebouwtje moeten zijn. Hierzo ergens. Yes. Alleen, ja... Ja. Dat is nogal een heel groot gebouwtje, dus hij kan op het dak zitten, baby. Kun je dat? Kun je op het dak komen? Ja, ik weet al wel. Ik weet niet of ze het gedaan hebben, hoor.
Oh, ik heb een sneaky doorgang gevonden. Er loopt er iemand, wie is dat? Ik, als het goed is. Oh, jullie twee, oké, nice. Jezus tering, dit is echt een doolhof. Dit is een echt doolhof, inderdaad. Hoe lang hebben we nog ongeveer? Wij hebben nog wel even de tijd. Als het gaat heel erg snel. Dat is fire whistle. Oh, kijk hier. Shit. Ja. Kunnen we er doorheen? Ben die andere. Man, dit is een klote plek als hij hier echt zit. Als hij hier nog steeds zit. Maar wat als hij op het dak is geklommen? Via waar kom je op het dak? En hij zat ook in dat grijze gebouw volgens mij. Ja, ik zit nu in dat grijze gebouw. Hoe kom je daar? Ja, via die rode loods door zo'n tunneltje. Oh, gevonden. Helemaal beneden en dan helemaal... Hey, daar ja, hallo. Oké, dus hier zou ik moeten zijn. Hier. Ja, hier moet opsplitsen. Zeker. Oh. Ik zit in die tussengang, zeg maar. Maar dat is niet waar die zat. Wacht eens even, kan ik hier niet op het dak kijken? Ik loop op de zijkant van het sponge. Ik zie helemaal niks. Ja. Hij moet echt vlak bij jou zitten, Firewhistle. Wat, hij zit hier. In die turbo ding. Wat, hebben jullie hem? Ja, we hebben hem. Wij kan hem niet raken. Oké, ja, lekker. Is hij in zo'n ding geklommen? Ja. Wat een baas. Midden van de map denk ik maar, jongens, hè? Want ik heb net mijn dit map alweer gebruikt. Oké, nou, hoe kwopen we uit dit stomme ding? Nou, via de tunnels weer. Oh man, ik moet die mappen echt leren kennen. Ik ben ook oprecht gewoon überhaupt vergeten om de texture pack aan te zetten voor deze stad. Ik heb hetzelfde probleem. Tering. Wat ik wel leuk vind is dat de captain nog over is. Maxinel. Ja, daar zat ik net in het begin. We hebben nog Henk, Tuf, Rick en als ze slim zijn, zijn ze compleet niet bij elkaar. Hier kom je er niet uit, hè? Nee. Ah, via hier denk ik dan. In de middelgang weer denk ik terug. Het kost zoveel tijd. Echt, ik dus, haat de mensen die in dit ding geklommen zijn, hoor. Of hier denk ik, yes. Oh, we hebben het uiteinde gevonden. Goed, naar rechts, midden van de map. Ik heb nog steeds 3 potions. Oh ja, dan moet jij straks onze chaser worden. Ik heb mijn enderpearl niet meer, om die gasten daarboven te kunnen pakken. Die heb ik ook nog. Die heb ik ook. Ja, oké. Mooi. Er zijn nog een aantal mensen over. Ja. Waar zou Max zitten? We moeten nog een minuut hebben. Ja, eerlijk gezegd, ik denk dat ze op plekken zitten waar we al geweest zijn. We zijn bijvoorbeeld daar nog helemaal niet geweest. Maar zouden ze daar zitten? Wat denken jullie? Ja. Want ze hebben contact met elkaar, hè? Even solo iemand daarheen gaan. Dat jullie twee splitsen naar die kant. Dat ik bijvoorbeeld naar die kant kan kijken. Wat is daar eigenlijk? Een hoog gebouw? Dat zou super klote zijn als ze daarin zitten. Ik zal even kijken. Ik ga even de tijd checken. Wij zitten op... we hebben nog maar een kwartiertje gespeeld, man. Nee, joh. Ja, een kwartiertje. We hebben ze gerold. Waar is Rotje heen? Ik ben naar het gebouw toe gerend. Oké, dan kom ik erachteraan. Kijk, we hebben heel kort gespeeld, maar een kwartiertje. Dus we hebben eigenlijk kunnen we rustig nu die 15 seconden wel wachten. Wacht maar gewoon, Firewiz. Okay. Ga gewoon wachten. Top. We hebben nog genoeg eten. Jij hebt je als goed is jouw enderpearl nog. Ja, en nog één speed. Oh, en daar is Rotje. Heel mooi. Oké, ik ga kijken. En ze zitten op iets wat lijkt op een parkeerplaats. Ja, en er zit... En de grote groep die zit weer bij dat gebouw. Ik weet waar ze zitten. Ze zitten in een base, heb ik het idee. Kom maar. We moeten vanuit allebei de ingang komen, anders kunnen ze vluchten. Ja, precies. Eentje die hoort, als het goed is, in deze base zitten. Ik ga via rechts. En dan weer in diezelfde loods. Of erop. Dat kan ik natuurlijk niet zien met dit map. Zelfde loods. Maybe. Pas op dat je daar niet invalt trouwens. Voor mij kom je er niet meer uit. Oké, waar Firewalls, blijf jij aan de staar. Zodat ze niet kunnen escapen. Zal die mijn poort wachten? Maar waar zou die hierboven zitten dan? Oh god, ik denk dat die oprecht hier bovenop zit. Denk je? Het moet als wel. Het was toch echt deze? Het was echt de... Hoe kom je hierop, man? Hoe kom je hierop? Ja, ik weet... Je kan denk op met een slag. Nee. Je kan op het dak komen hier. Alleen... Ik vraag me af of ze dat uitgevonden hebben.
Ik ga het even proberen, ja? Ik kan op zich mijn Enderpearl wasten. Nee. We hebben nog 15 minuten zowat, hè? Dat zou echt onzin zijn. Dat gaan we niet doen. Oké, prima. Nou, nog hoger. En via hier. Maar dit is afgesloten. Is er nog een trap omhoog? Ik ga eerst kijken of ik hem zie, ja? Ja. 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 Hij staat erop. Maar hoe is hij erop gekomen? Ja, ik zie hem. Maar hoe is hij daarop gekomen ooit een keer, gek? Ik denk via de zijkant. Via een muurtje? Muur. Ik kom eraan. En ik zou zeggen, je weet welke het is, hè? Dus ik zou zeggen, waste the enderpearl. Maar wacht nog even, tot we allemaal op een goede, logische locatie zitten. Want we willen hem van alle kanten kunnen pakken, natuurlijk. Ik ga aan de achterkant staan. Dus geef me nog even 10 seconden. Dan sta ik aan de andere kant. Van je wissel, welke was het? Deze. Volgens mij de ene, of niet, David? Het was de eerste waar we die andere gozer ook gevonden hebben. Dus de eerste, aan het gebouw. Maar wacht even, ik loop er nu omheen. Dan kan ik daar niet afspringen als het goed is. Ik neem er... Ik weet niet of ik mijn spiep op moet nemen. Nee, ik ga mijn spiep toch niet voor nemen. Nou, ik zou zeggen, spring erop. Want ik zie hem daar inderdaad staan. Die motherfucker. Oeh. Kom je erop? Ja. Hij komt eronder als het goed is. Zit je op de verkeerde? Oh, je bent zo gedaan. Nee. Oh, ja. Kijk kijken waar die heen gaat. Ja. Ik zit erachter, Henk Tuff. Ik ga hem. No way. Ik heb hem. Waar is de... Oké, fuck dit. Hoe? Wat? Ik zit achter Razor aan. Ja, maar... Ja, ik heb hem. Was dat die gozer die eronder zat? Ja. Hier is een hele... Dit wist ik niet eens, jongen. Oh my god. Onder die brug. Oh, ik heb er nog één. Per toeval. What the fuck? Ik neem mijn speedpot. Ik zit onder de riolering. Ik wist niet eens dat dit er was. Oh my god, dit is Wurmpje. Ik zou sneller als hem moeten zijn op zich. Fuck jou, vriend. Ik moet eten zometeen. Nee, dit is zo zonde van mijn speedpot. Waar zitten jullie jongens? Zitten jullie achter mij aan of niet? Ik zit ook bij die riolering. Ja, ik zit in hem met rails. Ja, ik ook. Even 2 keer eten. Oké, dan kan ik echt kapot lang, jongen. Hij moet ook. Hallo. Yep, later, Wurmpje. What the fucking fuck? Je kon hier gewoon langs, man. Oh, ai. het is inmiddels dimmaptijd. Ik ga onder in de riolering, voor als jullie het... En ik weet waar ze zitten. Alleen, we moeten waarschijnlijk helemaal tering en teruglopen. Wat we net gedaan hebben. En als het goed is, komen we jou dan tegen, Rotje, denk ik. Oké. Oh man, ik wist niet eens dat dit er zat. Weet je hoe klote dit is? Straks denk je, ze zitten op de weg. Maar dat zitten ze helemaal niet. Oh. Smeerlappen. Wel slim. Hop. En hop. Ik word wel beter in parkour door dit spelletje, zeg. Goedemorgen, man. Oké, maar hoe komen we hier weer omhoog? Dat is de vraag. Ik heb nog 45 seconden speedpot en ik ga er even gebruik van maken. Jo, hier kunnen we omhoog. Hier zo. Einde. Oké, waar zaten ze een beetje? Waar zit jij momenteel? Ik zit bij die ingang waar we net naar binnen gingen, bij dat ene gebouw. Ja, ik heb mijn dimmap gebruikt en het is... Als ze daar blijven zitten, dat zou heel dom zijn. Wij komen nou dan richting jou. Als je even blijft staan, Rotje, dan weet ik waar je was. Anders, want ik mag wel niet meer op de dimmap kijken. Ja, prima. Het is heel verleidelijk, maar ik doe het niet. Nee, En dan zouden wij jou nou moeten tegen... Ja. Ja. Oké. Waar zij zitten, is deze weg af, letterlijk waar we begonnen zijn, zowat. Daar zitten zij. Wacht even, want dan ga ik eventjes alles pakken. Hebben jullie nog speedpots? Hebben jullie nog enderpearls? Ja, nog 1 speedpot en 1 enderpearl. 2 speedpot. Oké. Ik heb in totaal... Ik heb helemaal niks. Ik heb hier rechts. Alles gebruikt. Nee, het hoeft niet. Want ze zitten in dit witte gebouw. Lol. Daar zitten zij in. Dus wat we gaan doen, we gaan even kijken of er balkonnetjes zijn. Ik zie ze al. Ja, ik zie ze al. Oké. Wie zit er allemaal? Dat weet ik niet, maar we gaan 1 iemand hierbij blijven en ik denk niet dat er een balkon is. Is hij de laatste? Nee. Max en nou gamer. Oké, wie blijft? En wie gaat jagen? Oké,
Nee, ik ga mee naar binnen. Blijf bij die deur. Hoe zijn ze daar opgekomen? Oh, daar. Please zeg maar dat er geen balkon is. Ja, daar komt hij. Waar zit hij? Hij is weer eentje naar onder gegaan. Daar. Ja, ik zie het. Ja, ik heb hem. Oké, nice. Dat betekent dat Rick gewonnen heeft. Maar we willen hem wel hebben, want het hoort ook bij de timing. Dus waar zit Rick, in godsnaam? Die zou ook ergens in het gebouwtje moeten zitten. Maar de fuck waar? Waar? Moet je nog mee? Blijf. Nee, moet hij. Ik zie hem. Oh, ik ook. Jongens, dit is voor de timing. Let's kill. Hé, ik heb hem. Hey. Goed, lekker. De tijd is in totaal min 2. 23 minuten, precies. Even het team van Max Adel het volgehouden. Dat maakt hun, volgens mij, uit mijn hoofd, tot het slechtste team tot nu toe. Volgens mij. Ik weet het niet zeker, maar volgens mij wel. Want de andere keer dat we het compleet team opgerold hebben, was het in 29 minuten. 1 minuut op tijd nog. Ja, jongens, dat timing betekent dat wij de beste jagers zijn. En dat betekent dat, hoe heet die gozer? Rick DK ook gewonnen heeft eigenlijk, samen met ons. Ik vond het heel spannend. Vonden jullie ervan? Ja, ook heel leuk. Makkelijk? Wow. Ja. Jij kende de map natuurlijk al. Nou, top. We gaan even kijken naar de eindstand. Het team van Max heeft verloren. Na 23 minuten waren alle spelers gevonden. Ondanks dat Rick DK zelf wel gewonnen heeft door als laatste speler over te blijven, staat het team onderaan de ranglijst. Gaat het volgende team het bovenste team nog verslaan of eindigen ze helemaal onderaan? Je ziet het de volgende keer in De Klopjacht.